was spannend. Het kon beide kanten op. Ik denk dat wij de eerste helft de kans hadden en zij de tweede helft. Dus, maar ik denk dat 1-1 wel een terechte uitslag is. Richard van der Venne, terug naar lang blessureleed. Dat moet een lekker gevoel geven, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik ben blij dat ik nou weer terug ben. En eerst wedstrijd fit worden, minuten maken en dan vanuit daar verder. Nou ja, blij voor hem vooral. Hè. Jongens, lang uit geweest, heeft er hard voor gewerkt. De eerste keer in zijn carrière dat hij zo'n blessure heeft gehad, tegenslag. Dus ja, hij heeft maar 3 kwartier gespeeld, oefenwedstrijd. 1,5, 2 weken is bezig. Dus moet je de tijd gunnen, hij heeft ook ritme weer nodig. En, goed, hij brengt al wat dynamiek in de diepte. Dus we hadden een beetje op gegokt, de vaart die er een beetje doorheen zat. Dus mooi voor hem dat hij weer zijn debuut gemaakt heeft. Dan gaat hij erin, FC Os na wat een moeizame start beter. Tweede helft lukt het niet helemaal, hè? Nee, klopt. We gingen te veel achteruit lopen. We hadden niet meer de druk op ze. Dus het maakte onszelf lastig. Heel onnodig, alleen ja, het gebeurde toch. Wat is nou het meest positieve wat je mee kan nemen, deze wedstrijd? We hebben resultaat gehaald, 1-1 gespeeld en een goaltje meegepikt. Een open wedstrijd, beide veel kansen. Volgens mij kon het in de eerste helft al 4-2 voor ons zijn of 3-2. Ik heb geen flauw idee. Ik ben blij dat, dat ik op het laatst nog een puntje gered heb. Maar wel jammer dat we niet hebben gewonnen natuurlijk. Tweede helft gingen ze wat anders spelen met 3 spitsen. Kregen we niet echt grip op, vond ik ons aan de bal ook wat minder. Zonder dat we echt de kansen weggeven en op het einde nog wat spellenvattingen. Pakt Jordi nog een goede bal in een 1-1 situatie met Bilate. Dus dan moet je ook uiteindelijk een keer tevreden zijn met een punt. Al met al, kan jij met 1-1 leven? Als je de laatste paar minuten ziet, dan kan ik daar wel mee leven. Ja.